Onze studiogast vanmiddag is Kenneth Sekoel. We gaan met hem praten over de kwestie bij de stuwdam te Avobaca, maar ook het rapport van Worley, het Braziliaans bedrijf, dat in de hand genomen is om onderzoek te doen naar wat er allemaal gedaan is, hoe dat gedaan is en of dat op de juiste manier gedaan is. De Energieautoriteit Suriname, EAS, heeft het bedrijf in de hand genomen om onderzoek te doen. Het rapport is intussen uit en we gaan hierover praten met Kenneth Sekoel. Goedemiddag, Kenneth. Goedemiddag, welkom. En goedemiddag, kijkers. Welkom in Magazine 4. Dank je wel. Als dat rapport is nu uit, de uitkomsten die zijn bekend, wat zeg je daarop? Meneer Zijs, het is goed dat we even teruggaan, zodat de kijkers de zaken goed kunnen volgen. Ja. In 2019 is het meer, inclusief stuwdam en krachtcentrale, nadat door Suralco Alcoa was overgedragen aan Suriname, gewoon doorgegeven aan staatsolie onder dezelfde condities. Dat wil zeggen, vanaf dat moment was of is staatsolie eigenaar van het meer en de krachtcentrale. Pardon. Dat houdt in dat elke druppel water dat in het meer zit eigendom is van staatsolie. En even verder betekent dat ook dat elke druppel die via die stuwdam naar buiten stroomt, ja, het verantwoordelijkheid is van staatsolie. Dus staatsolie moet zorgen dat tijdens hun operaties er niemand schade daar beneden berokkenen. Ja. Toch? Dus ze zijn onder alle omstandigheden verantwoordelijk. Ja, van wat er daar beneden gebeurt. Mm-hmm. Tweede is, het meer hebben we toen gekocht met veel problemen. Ik kende nog de taferelen in de assemblee bij het overdragen en goedkeuren van die nieuwe overeenkomst. Ik zat zelfs toen in actiecomité Alcoa, die toen strijd voerde om een betere overdracht. Dat is overgedragen, Rudy. En we hebben 125 miljoen geleend om Suralco te kunnen betalen. 100 miljoen uit die lening is gegaan naar Suralco en de rest heeft de regering aan andere zaken besteed. Oké, we hebben betaald en je verwacht dat na zo'n debakel dat de eerstvolgende regering die stuwdam zeker meer gaat inzetten om die economie van ons die op zijn rug ligt weer op te krikken middels de goedkope energie die je daar kan opwekken. Een kilowattuur bij Afubaha kost nauwelijks 2 centen. En hier bij staatsolie en Paramaribo, Tutlifo en EBS praat je over 20 dollar cent en meer. Dus alle energie dat je bij Afubaha zou kunnen opwekken, zou je moeten doen. Ja, dat is voordeliger. Juist. En wat gebeurt er? Vanaf 2020 stijgt het water in het meer. Ja. En januari 21 tot mei 21 steeg het water met bijkans 2 meters. Mm-hmm. En daarna zelf gaat het water zelfs boven de toelaatbare hoogte. En dat duurt voor tot en met mei 2022. Ja. En in plaats dat staatsolie energie opwekt voor de bevolking, laat ze het water gewoon staan. Mm-hmm. Boven de veiligheidshoogte. En op een goed moment kunnen ze het niet meer volhouden, dus moeten ze water spillen om die dam te redden. Mm-hmm. Ja, en tegelijkertijd brengen ze de mensen door het spillen van het water onder die stuwdam in gevaar. Mm-hmm. Staatsolie springt in de media en zegt van luister, ons taak is om energie op te wekken. Het gaat om een natuurramp, dus de overheid moet maar kijken wat hij ermee doet. Mm-hmm. En dat is totaal verkeerd. Ja. Want zij zijn eigenaar, de staatsolie is eigenaar, en jij maakt brokken, jij maakt blunders, dan kan je niet de overheid laten opdraaien voor de jou. Schade. Oké. Mm-hmm. Vervolgens komen de mensen van het gebied in protest en eisen een onafhankelijk onderzoek. De president gaat daar naartoe en zegt ook dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen. Staatsolie zegt ook, er moet een onafhankelijk onderzoek komen. En niet zo lang terug verklaart de energieautoriteit in Suriname dat er onafhankelijk onderzoek komt. En natuurlijk was iedereen blij. Ja.
En dag 26, een week of twee terug, 28 juli, yeah, ergens, maakt IAS bekend dat volgens Wally, die ze hadden aangetrokken om die onafhankelijke studie te doen. Dat is een materiaalbedrijf. Ja, dus had verklaard in hun rapport dat staatsolie onschuldig was, ja, voor de ramp die zich had voltrokken. Daarvoor had minister Abiyamofo dat ook gezegd. Mm-hmm. Dus we waren benieuwd, wat heeft Wally geschreven? Mm-hmm. Want het gaat om een onafhankelijk onderzoek, dus we kijken uit. En kort daarna mochten we dus op de site van de Energieautoriteit Suriname het rapport, ongeveer 10 blaadjes, als je dus de titel, inhoud, opgave en dat soort dingen optrekt, ja, gaat het sec om 6 blaadjes die, ja, Wally heeft geschreven omtrent haar studie daar. Dus we zijn gaan lezen. En het eerste wat ze opvalt is dat Wally zegt, ze hebben een agreement met EAS, de Energieautoriteit van Suriname, mm-hmm, waarin staat dat de EAS en Staatsolie alle informaties gaan voorzien waarmee Wally te werk moet gaan. Wally zegt, ze hebben die gegevens niet kunnen verifiëren. Wally zegt in hetzelfde rapport, ja, dat ze de arbeiders, de mensen die die stuur dan bedienden, mm, en alles weten, dus alles hebben meegemaakt, niet heeft kunnen spreken. Mm. En ze melden ook geen gesprekken met bijvoorbeeld de meteorologisch dienst of de waterloopkundig afdeling van OW of de gedupeerden, om het zo te zeggen. Ze hebben met niemand anders gesproken dan SEC, met EAS en Staatsolie. Ja. En ze zeggen verder van, luister, als je dat rapport leest, moet je het lezen in samenhang met mijn werkopdracht, die agreement. Ja. En die agreement komt niet voor in dat rapport. Mm. Ook niet in de publicaties van IAS. Dus Wally zegt, je moet lezen in samenhang, ja, maar agreement is er niet. Die bijlagen zijn er niet. Nee. Verder zegt Wally, in hetzelfde rapport hebben ze een disclaimer waar ze zeggen van, luister, het rapport mag niet indelen, nog in zijn geheel in de media komen. Mm. En de namen van Wally's medewerkers, ja, en Wally mogen ook niet genoemd worden zonder hun toestemming. Mm. En dat wekt alleen maar argwaan. Ja. Waarom zou zo'n kundig ingenieursbureau, afgaande op wat IAS zegt, dat ze heel kundig zijn, alles weten van dan, waarom zouden ze hun naam niet willen associëren met het rapport die ze zelf hebben geschreven? Ja. Waarom zeggen ze dat je het rapport moet lezen in samenhang met die agreement dat niet voorkomt en IAS ook niet publiceert? En waarom denk jij dat? Dus we komen er weer bij. Dan gaan we verder. IAS zegt vervolgens, Wally zegt vervolgens, luister, ze zijn te werk gegaan. En ze zeggen, ja, het heeft in 2022, tussen januari 2022 en mei 2022, want dat is de periode die ze moesten onderzoeken. Ja. Mm-hmm. Ze mochten niet daarvoor onderzoeken, waardoor andere mensen die het rapport lezen ook geen vergelijking kunnen maken van hoe de managers toen hebben gehandeld onder zorgelijke situatie en zo het ze nu hebben gedaan. Oké? Okay? Dus ze zeggen wel, luister, alle gegevens nogmaals zijn van Staatsolie en IAS. En ze zeggen in dat rapport, van, hey, luister, er is meer water binnengestroomd dan voorheen, dan de afgelopen 57 jaar. Ze zeggen ook, het heeft in de periode april, mei meer geregend. Mm-hmm. Maar nergens staven ze dat met cijfers. Ja. Kijk, in de hydrologie en meteorologie, ja, zijn metingen, cijfers, ja, dat ding waarmee je conclusies kan trekken. Dus als iemand zegt van, is dit morgen voor al een fadon? Hoe dan? Waarom kan je dat vaststellen? Mm-hmm. Ik kan wel hier zeggen van, luister, in 21 is er veel meer regens gevallen, omdat het hele land onder water staat. De regering heeft toen 100 miljoen uitgetrokken met spoed, yeah, om alle afwateringen te versnellen. Mm. En dan nog zijn we 3 maanden en langer zelf onder water gebleven. Yeah. Terwijl we dit jaar dat niet hebben gehad. Mm-hmm. Het grootste probleem, Rudy, is dat staatsolie constant met in feite een beetje
eerbiedig zeggen dat bla 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 komt, maar niet met feiten. Ja. Toch? Waardoor je niets kan verifiëren. En dat hebben ze ook gedaan met Wally. Mm-hmm. Want Wally heeft in feite afstand genomen van het rapport door te zeggen, meneer Inon Karmining. Ja. Maar oké, het belangrijkste wat Wally zegt in zijn rapport is van luister. Het was heel riskant om met een volle bak, een volle meer, de regenperiode tegemoet te gaan. Mm. Met andere woorden, het was onverantwoord. Ja. Want april, mei heeft het toen zich laten weten. Ja. En de verklaringen nogmaals van ook Wally, die daarbij cijfers en informatie heeft gebruikt van staatsolie, dat het toen in april en mei meer heeft geregend, klopt niet. Mm-hmm. Ja? Waarom niet? Nee, als je kijkt naar de tabel, die zo meteen in beeld komt, dan zie je dat juist in april het water begint te dalen. Ja. En je moet weten, meneer Saez, het regent in het heel stroomgebied. Dus vanaf boven Piquirio, Granrio, regent het en het water komt niet dezelfde dag In het meer aan. Het kan soms 2 weken duren, een week, 3 weken, afhankelijk van hoeveel water er daar is, de hoogte in de rivier en de snelheid waarmee het stroomt. Ja. Dus als het water in april begint weg te zakken, dus althans het niveau, dat betekent dat de hoogte die we in mei hebben gehad, in april, afkomstig is van water dat in maart, begin maart heeft geregend. Mm. En Rudy, we mogen allemaal Surinamers naar de kerk gaan en God danken. Want hier uit dit tabel leidt af dat die La Niña is afgezwakt reeds in maart. Ja. Was die La Niña nog even actief geweest als vorig jaar april, mei en daarna, toch? Dan had het sneeuwweer het niet overleefd en wij ook niet in Paramaribo. Ja. Okay. En dat is het belangrijkste probleem wat ik heb. Ja. Het probleem dat ik heb is dat staatsolie en de regering dit feit proberen te bagatelliseren. Mm-hmm. Dat staatsolie daar management heeft gevoerd dat bijna ons het leven zou hebben gekost. Ja. Los van alle andere zaken. Okay. En dat rapport is er nu, dat is het. Die lessen zijn geleerd, we hebben begrepen, het is intussen daar droger geworden. Staatsolie gaat ook betalen voor de opruiming van de mensen. Maar hoe moeten we dit verder afhandelen? Nee, maar het rapport is nog niet klaar. Mm-hmm. Het rapport van Wally, dat eigenlijk, dus IAS bij een diploma, die staatsolie. Mm-hmm. Want hetzelfde rapport zegt nog dat staatsolie geen manual heeft. Dat betekent, staatsolie heeft geen handleiding waarmee de mensen daar hun dagelijks werk moeten doen en bij voorkomende gevallen hoe ze moeten handelen. Met andere woorden zegt Wally dat staatsolie uit het hoofd werkt daar. Ja. En nog de mededeling van Wally dat staatsolie heeft gezegd dat ze niet op de hoogte waren van het fenomeen La Niña. Ja. Dat vanaf 2020, meneer Isaias, wereldwijd bekend was. Ja. Hier zegt meneer Jimmy Samuel van de meteodienst bij STVS dat hij reeds in april 21 de autoriteiten had gewaarschuwd. Ja. Toch? Ja. Hoe kan dan staatsolie, die zo'n belangrijk object moet beheren, een levensgevaarlijk ding, want als je één fout maakt, dan zitten we allemaal in de krijg je een situatie zoals in China en hier in Brazilië. Ja. Maar goed, het punt is waar wij ons druk moeten maken, is dat uit het rapport Wally blijkt dat staatsolie niet geschikt is om die stuwdam te beheren. Ja, maar als ik denk manual, denk ik als je een dam overneemt, de Alcoa zou toch een manual moeten hebben, dan vraag je toch, geef me je manual. Dus als je kijkt naar alle verklaringen die staatsolie vanaf het begin heeft gegeven, toch? Dan zou de veiligheidshoogte 80 meter zijn, hier bij IBC. Ja, okay. Alle verklaringen, ook inclusief de directeur die is geweest. Mm. En ons die buiten kritiek leverde voor alles en nog wat hebben uitgemaakt. Mm. Toch? Nogmaals, uit alles wat staatsolie heeft verklaard, en nog dit rapport erbij, blijkt dat men daar toch niet thuis hoort. En de hoogste tijd is dat de regering ingreep. Ja. Erger nog, meneer Isaias. Dus nadat de EAS in beeld kwam dat ze onafhankelijk onderzoek zou laten verrichten, vanwege geen taakstelling, dus kwam zaken naar buiten die we vooraf als gemeenschap niet wisten. Ja. EAS is bij wet gemachtigd, of EAS moet bij wet de productie
van energie. Ja. Ja? Dus betaalbare energie. Mm-hmm. Duurzame energie. En het milieu daarbij controleren. Ja. Dus IAS heeft tot taak om ervoor te zorgen dat de bedrijven die energie opwekken, ons milieu niet schadigen. Ja. Meneer Isaias, als het meer 365 dagen in verkeer, in gevaar stond daar. 365 dagen is niet één dag. Het is geen, laten we zeggen, ongeluk of misverstand geweest. 365 dagen zijn 365 dagen dat wat de dappen. Ja. En IAS als controleur, als instituut dat gemachtigd is, ja, om adviezen te geven, bindend adviezen te geven, weet gedurende een jaar niet dat ons meer in gevaar verkeert. Weet niet dat staatsolie de bevolking goedkope energie onthoudt. Mm-hmm. Want in die jaar die staatsolie minder energie heeft opgewekt, heeft EBS staatsolie iets van $30 miljoen moeten betalen. Terwijl als die energie daar was opgewekt, EBS $30 miljoen had bespaard. En al dat de problemen daar in Brugge-Ponde, ja, en de gevaren en de slapeloze nachten, ja, ons bespaard zouden zijn. Okay. Dus die IAS heeft haar taak waarvoor ze betalen. En het gaat niet om eenvoudige jongens. Het gaan de jongens met daar, die daar zitten met 3 en 4 titels op hun naam. Mm-hmm. Dus het zijn geen domme jongens. Mm. Dus die RVC, de president zegt in een persconferentie dat die RVC's onmisbaar zijn bij het dagelijks werk. Hoe komt het dat die RVC die het jaar begroting en werkbesluiten moet goedkeuren, ja, niet wisten dat de dam daardoor staatsolie 365 dagen in gevaar werd gehouden. Oké, okay. Ingrijpen zeg je dus. Ja, dus het is meer. Maar Isaias, we staan er niet bij stil. De president, iedereen in het land praat over climate change, climate change, climate change. En ik heb eerder al gezegd, als La Niña 2 weken maar actief was gebleven, even actief was gebleven, toch zouden we niet kunnen naar vertellen. We gaan het helaas hierbij moeten laten. Ik ken het zo cool. Maar tot slot, ja, Isaias, wil ik nog dit zeggen. Dus met de poging van IAS en de minister, die minister praat namens de regering, ja, ja, dat staatsolie onschuldig zou zijn, terwijl dat niet in dat rapport staat, vind ik toch dat de regering met een verklaring moet komen. Okay. Want in feite hebben we als volg geen enkele garantie dat volgend jaar het niet erger wordt. Goed, we gaan het helaas hierbij moeten laten. Dank u wel voor de komst en dank u wel voor het feit dat u onze gast hebt willen zijn op deze aflevering van Magazine Forum. Dank u wel. Kenneth Sukul spraken we naar aanleiding van de situatie rond de afgewakken krachtcentrale en het rapport dat is uitgekomen door, zeg maar, naar aanleiding van het onderzoek dat gepleegd is.